We staan vandaag op de Campina bij de heiloop aan de Lochtse Baan. Vandaag gaan we eens kennis maken met wat vlindertellers allemaal doen. Dit is onze vlindergroep en ik ga eventjes voorstellen wie dit allemaal zijn. Hier hebben we Frans Boom, ja. Zijn vrouw Mieke Boom, ja. En Annie Goverde. Helemaal waar. En daar zullen we vandaag mee gaan doen. Frans, vlinderstellen. Waar houdt dat eigenlijk al in? Kun je daar iets over vertellen? Dat kan ik, Jan. Het is een genot om dat te doen. En wij tellen dus vlinders van 1 april tot 30 september. En dan sturen we dat allemaal op, als we geteld hebben, naar de Vlinderstichting. En op het einde van het jaar ook naar de natuurmonumenten, want daar tellen we dus op hun gebied. Maar is hier dan ook extra veel te zien? Want je gaat zomaar niet ergens naartoe, hè? Nee, dat klopt. Wij tellen dus speciaal hier, omdat er ontzettend veel verschillende vlinders zitten. En dan praat ik over landelijk gezien, denk ik dat we in de top zitten met 30 dagvlinders per jaar. Of per seizoen. En dat is heel hoog. En daar zitten dus inderdaad die speciale vlinders bij. En dat is de grote weerschijn, de kleine ijsvogelvlinder. Niet te vergeten de kleine, kleine paardenmorenvlinder. Want er zijn er een stuk of 7, 8. En dat is, ja, dat is schitterend. Dat is zo fantastisch. Maar hoeveel dagvlinders hebben we eigenlijk hier in Nederland? Want dat is toch ook wel interessant. Want ja, de meeste mensen weten het, die hebben er geen idee van. Vroeger waren er hier 68, nu zijn het er nog 50, 52. Zo. En dat is afhankelijk van de vlinders die dus wegtrekken hier en weer terugkomen. Bijvoorbeeld de Atalanta, die heel veel mensen kennen omdat die veelvuldig in zicht is. Dus die Atalanta trekt dus terug naar het zuiden van Spanje en naar het noorden van Marokko. Ja. Dat doet de distelvlinder ook. Die kennen de meeste mensen niet zo. Omdat die dus meestal in gebieden zit waar je normaal niet komt. Op de distel dus. En die gaat dus ook. Die komt dus specifiek uit het Marokkogebergte. Boven in Marokko. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat we die vlinderstand bijhouden? Dat is heel belangrijk, dat was de Vlinderstichting ongeveer 30, 31 jaar mee begonnen. Om vrijwilligers op te roepen, om mee te tellen. En wij hebben daar hier in Oosterwijk al heel snel gehoor aan gegeven. Met die grote route die dus al vanaf 92 geteld wordt. En waarom is het belangrijk? Omdat ze dus willen weten hoe het met de omgeving gaat voor die vlinders. De waardplanten die daar groeien, waar hun de vrouwtjes hun eitjes op afzetten enzovoort. En ook waar dus de rupsen naartoe kunnen kruipen om te gaan hangen, om te verpoppen en het jaar erop weer uit kunnen komen als vlinder. Ik nog één vraag. Nou, wie gaan die gegevens allemaal naartoe? Want het is niet eventjes dat gaan we doen. Omdat ik er zelf mee doe, weet ik hoe dat allemaal gaat. Het is enorm veel werk. Ja, dat klopt. Jan, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar ik zal dat kort vertellen. Het gaat door de Vlinderstichting. Die slaat dat op. En de Vlinderstichting stuurt dat als einde van het jaar alles door naar het CBS. Centraal Bureau voor de Statistieken. Die nemen dat in hun bestand op. En die hebben daar een bepaalde mode voor om precies te berekenen hoeveel vlinders dat er ongeveer zitten daar. En dat is heel belangrijk, want stel, net als een paar jaar terug, dat we zo'n ontzettend hete zomers hebben gehad, een paar dagen, vorig jaar zelfs 8 dagen achter elkaar, dan zie je al die brandneteltoppen allemaal zo naar beneden gaan. Maar daar hebben we wel de Atalanta, de dagpauwoog, de gehakkelde Aurelia en de kleine vos hebben daar hun eitjes op afgezet. Want die larven, die rupsen die eruit komen uit dat eitje, die vreten van die frisse blaadjes. Nou, als ze zo hangen, dan snap je, dan kunnen ze niet eten en dan gaan ze dus allemaal dood. En dat is het probleem.